Marleen, kun je mij vertellen waar we hier zijn en waarom we hier zijn? Dit is de sportdag van Transfit. Transfit is een patiëntenvereniging die zich inzet om patiënten na een transplantatie aan het sporten te krijgen. En op die sportdag van Transfit organiseren wij met het Transplantatieinstituut een Match for Life. En dat is een voetbalwedstrijd waarbij we dus strijden met orgaanteams, dus van patiënten en zorgverleners. Om in ieder geval het belang van bewegen naar transplantatie te benadrukken, maar ook om geld op te halen voor onderzoek. En het zijn echt teams ingedeeld op organen, begreep ik. Ja. Kun je daar iets over uitleggen? Ja, dat hebben we gedaan omdat we het juist vinden dat het teamwork is. Dus juist niet de zorgprofessionals tegen de patiënten, maar juist samen in één team. En omdat wij in het Erasmus dus hart, long, lever en niertransplantaties doen, leek het ons leuk het om op deze manier in te delen. Ja, dus je hebt team harten. Ja. En dus daar zit dan bijvoorbeeld de cardioloog in, de verpleegkundig specialist van de harttransplantatie, maar ook de ontvangers van een hart. En bijvoorbeeld heb je ook het team niertransplantaties. Daar zitten bijvoorbeeld ook levende donoren in die een nier hebben afgestaan. Ja. En ook de professionals. Ja. Hey, en wie maakt het meeste kans? Welk team? Ja, vind ik lastig te zeggen. Ik zie echt hele professionele voetballers achter me. Dus ik ben wel een beetje bang dat het best wel hart tegen hart gaat zijn. Dat is wel heel leuk. Ja. Het idee heeft zich langzaam maar zeker steeds verder gebouwd. We zijn secretaris van een stichting Sport en Transplantatie. We proberen eigenlijk mensen na hun transplantatie zoveel mogelijk te laten bewegen en sporten, omdat dat gezond is. Maar we zijn een hele kleine organisatie en we hebben heel veel ons best gedaan om met de grote transplantatiecentra in Nederland aandacht te vragen, zodat mensen makkelijk over die drempel in komen. Weten dat we bestaan, weten wat er mogelijk is. Ook verbaasd worden over wat er misschien mogelijk is. En daar heeft het Erasmus eigenlijk als eerste zeg maar volledig omarmd. En, ja, we zijn klein begonnen vorig jaar met kleine en dit is dan de eerste grotere Match for Life. En wij vinden dat een prachtig idee. Het belangrijkste gaan we zo meteen zien. We gaan met voetbalteams tegen elkaar spelen. Orgaanteams, zorgverleners en getransplanteerden door elkaar heen. Omdat wij heel erg geloven dat het proces wat wij moeten doen, dat we dat samen doen. En dan gaan de verschillende orgaanteams tegen elkaar laten spelen. Ik ben erg benieuwd waar daar het sterkste team uit komt. Ja. Waarbij ik denk dat de nieren een kleine voorsprong hebben, want dat zijn er meestal meer. Maar oh, dat wil niet zeggen, die anderen zijn erg fanatiek, heb ik ontdekt. Ja. Wanneer is deze middag geslaagd? Hij is eigenlijk al geslaagd, maar hij is vooral geslaagd als we dit volgend jaar nog een keer kunnen doen. En daarna andere ziekenhuizen en transplantatiecentra. Dus ik zou zeggen UMC Groningen, UMC Utrecht, Radboud, Maastricht, Leiden, Amsterdam. Bel ons op, want dit kan ook bij jullie. Top. Dus wij hebben de primeur. Jullie hebben de primeur. Oh, wat goed joh. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en veel plezier ook. Dankjewel.